Kinderen van asielzoekers uit heel Twente en kinderen die nog maar net in Twente zijn komen wonen, gaan een musical opvoeren in Beeld en Geluid in Hilversum. En die musical heet Angsthazen en Durfhaas. Vorige week hadden we de debatteerwedstrijd gewonnen. En kleine cups. Ja, dank jullie wel. Ja. Dom, maar voor niemand bang. Er zijn dus twee broers. De ene is knap lang, de andere is dom, maar voor niemand bang. De jongste broer wil wel eens weten hoe het is om van angst te zweten. Ja, het is alles goed en warm. Maar zo, dan vreten we hier. Ja, het verhaal dat is, het heet. Laat ik zeggen, het heet Angsthazen en Durfhaas van origine. En het gaat over een jongen die niet kan griezelen. Hij kan nergens bang voor zijn en dat wil hij wel. Dus hij wordt op reis gestuurd om te leren griezelen. Het is naar een prentenboek van de heer Hofman. En daar gebeuren allerlei dingen in. Hij wordt bang gemaakt door enge geesten en spoken en vieze ratten en rare bedden die opeens tot leven komen. En op een dag ontmoet hij een koning wiens dochter betoverd is door een heks. En als hij die dochter dan bevrijdt, dan mag hij met de dochter trouwen. Nou, ik kan het wel verklappen voor de kijkbuis kinderen thuis. Dat komt allemaal goed. En dan wil de dochter natuurlijk wel een zoen van haar verloofde. En dat is het enige waar hij dan echt bang voor is in zijn leven. Is een zoen van een meisje. Dus dat is... Tissie van de musical was in het theaterhotel en zo konden de ouders van de kinderen ook de uitvoering zien.